En dan heeft Rodus, zal ik ook laten zien. Rodi heeft dus namelijk dit. Deze. Alleen zijn auto is dus nou niet aan, maar dat maakt niet uit. Hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn sowieso altijd Karin en Roderick, Roderick en Karin. En nou ook lekker Laura erbij. Hey, hoe toevallig. En het is vandaag, namelijk dinsdag 12 juli 2022. En het is nou net namelijk 9:15 geweest in de ochtend. Hey, ja. En Loutje is gezellig weer bij me. Helemaal top. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Gelukkig. Mooi. Top. En we wensen jullie, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb hier een leuke pakketje. Die ga ik met jullie lekker openmaken. Ja. En er is iemand die even zegt, hey, je hebt wat. Dat is leuk. Maar ja, ik ga deze openmaken voor jullie. Maar er zit wel een verhaal achter. Die ga ik zo meteen met jullie delen. Ja. Want anders snap je het waarschijnlijk niet meer. Van ja, maar nu heb je er twee. Ja. Ik had er twee. Nou. Met deze erbij. Die, en die oude is weg. Dus ik had er één. En nu heb ik niks. Ja. Wel. Straks weer twee. Maar oké. Okay. Maakt helemaal niet uit. Wat ik dan weer zo raar vind. Hè, in zo'n doosje. Er zit weer lucht in. Ja. Twee keer lucht. En daar betaal je voor. Kijk. Mieskadoek. Maar er zit ook nog wat anders in. Ja, er zit ook nog wat anders in. Ja, ik zal hem er even uitpakken. Ja, er zit een spiegel in, jongens. Er zit een spiegel in. Nu gaan jullie vast afvragen van ja, maar je had toch een spiegel? Ja, inderdaad, ik had een spiegel. Want zoals jullie weten, het is begonnen eigenlijk bij de Renault Twingo. Dat ik dus een spiegel erbij had. Want jullie weten als geen ander, als jullie me langer volgen, Rodi ziet dus alleen maar dit. Dus dan vindt hij het fijn als ik meekijk, zeg maar. Maar in zijn nieuwe auto, hij kijkt dan net even iets verder om. Dan ziet hij het wel. Maar dus mijn spiegel die had ik dus meegenomen vanuit de Renault Twingo naar zijn Seat. Van zijn Seat naar mijn Seat. Maar ja, daar gaat iemand mee rijden. Genaamd mijn liefdallige moeder. En die maakt hem dus even kapot. Per ongeluk. Per ongeluk. Per ongeluk expres. Nee, helemaal. Per ongeluk. Maar ze is wel zo lief om dus een nieuwe te bestellen. En dat heeft ze gedaan. Dus dank u wel daarvoor. Dus, hij staat hier al een tijdje. Maar ik was er nog niet aan toegekomen om dus namelijk te openen. En dus nu wel, dus ik kan weer een doosje weer lekker weggooien. Dus, en ik ga hem even aan Ro vragen of hij hem op zijn hoogte wil hangen. Kan hij meekijken, helemaal top. Vind ik leuk. En dan mag er niemand meer aankomen, zeg maar. En zelfs mama niet meer. Dan moet ze hem lekker zo laten hangen. En dan kijken ze me lekker niet mee. Jammer joh, mam, sorry. Maar deze spiegel is dus nu alleen maar voor Ro. En niemand mag eraan zitten. Zelfs mama nou niet meer. Dus even lekker pech. Dus. Maar alsnog. Mam, dankjewel voor de nieuwe spiegel. Ik ben er heel blij mee. Dus top. Het is lekker zondag. Schapie hoor. Hoe sta jij erbij dan?
Is nou zo? Onder de parasol. En zie haar staan open op de stoel dan. Schapiebe. Dag kinderen. Dag. Mooie auto, hè? Die paarse, is een mooie auto, hè? Dag kinderen. Nee, maar daar zeg ik al, ik en ik heb winterbanden en eronder. Ja, maar hè, maar dan krijg je wel dat ik af en toe met slippende bandjes weg ga. Banden. Ja. Ga maar kijken aan de andere kant bij, en bij die kleine raampje. En wanneer ga je weer en je poes bruinen? Donderdag. Ah, wel nee, joh. Doei. Laters. En daar gaat ze hoor. Lekker op de fietsie. Lekker op de fietsje. Ja, daar gaat Laura dan, hè? Ja, lig je ook er lekker bij, schat, hè? Lovely. Ja, ga dan. Kom. Ga jij er nu op? Ga jij er nu lekker op? Ja, helemaal goed, schat. Ga lekker graven, go. Je ziet er niet uit met die dingetjes in je vacht. Een lady staat lekker hier, want ze denkt van, hey, ik krijg wat lekkers. Nee, nee, nee. Nee, straks. Kom. Nee, niet zwemmen. Beauty. Nee. Beauty, kom. Kijk. Beauty, kijk. Dat is braaf. Kom. Lopen. Ja, ik lopen. Wat zo. Mensen, wat ben ik? Oh, mensen, mensen, mensen. En wat ben ik loom. Man. Dan kun je een beetje wel laten me zien. Ik ben gewoon loom, joh. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee, je kan er ook niks aan doen. Nee. Kon je nou wel wat aan doen? Ja. Nee, ik ben weer eventjes een vlogje aan het editen. Ik ben bijna. Ik moet alleen nog even nog de laatste twee even bekijken. En nog eventjes een muziekje eronder doen. En nog even de intro. Dus dat zijn in principe maar drie stappen. Maar ik moet het wel even doen. Dus dat ga ik even weer doen. Dus ja. Mijn auto staat toch wel mooi, hè? Ja, die daar. Deze. Dus ja. We gaan even naar binnen. Bij Wittebrug. Ja, ik heb namelijk een vraag. Ja, over banden. Wel, waar is dat verstaan? Oh, het is hier lekker cool, hè? Hey. Ja, het is hier lekker cool. Oh, mijn rug plakt. Dit is een airline. Dit is een Audi. Nee, een Volkswagen. Een airline? Oké, wauw. Nee, best wel, en die mag mij een Audi geven.
Helemaal goud. En ja hoor, dus even kijken, wat hebben we allemaal vandaag in de aanbieding? Nou, dat ding moet zo. Eens even kijken, wat hebben we allemaal? Weinig, weinig, weinig. Ja, voor jou? Wat zijn nou? Ja, ik weet niet eens waar dat nu licht hangt. Oh, nee, hoef ik niet. Nee. Ik er niet, nee. Ik heb nog genoeg, joh, in de vriezer. Nee. 2 en voor 2 heb ik een 64 en voor 2. Dat is duurder. Maar de koekoek met jou. 14 cent duurder. Ja, nou, het zwijmen voor je. Daar staat Rodan en ik ook wel trouwens. Maar het gaat nu eerst eigenlijk hoofdzakelijk om Roos' auto. Kijk. En dan zegt Ro al ba. Nou, inderdaad, het is ba. Moet je eens kijken. Hier, het is inderdaad vies ba. Kijk, vies ba. Kijk. Eeuw, zou Rodan zeggen. Kijk. Vooral hier. Oh, nou, we gaan heel eventjes op een roze handjes kijken. Daarna ga ik ook eventjes en bij mijn eigen auto weer even de velgen goed schoonmaken. Kijk, vogelkak. Even los, maar haar laten, even los. Ja, en dan, juist. Nee, gewoon even vast, juist.
mijn mooie buurt is ook weer mooi schoon. Ja, ook weer. Ja, alweer. Maar dan hebben we hier mijn mannetje. Zijn auto is ook weer mooi schoon. Glimt er weer over. Joh. Want dit vindt hij maar niks. Kijk eens hoe mooi schoon hij is. Wauw. Moet je Roderick dan druk bezig zien met schoonmaken. Dit is leuk. Dit is grappig. Dit heb ik van de week allemaal gedaan. Alleen het is nou niet meer terug te zien. Zowat, nou ja, een beetje niet meer terug te zien. Maar voor de rest, het is mooi schoon. Ja. Dat zeg ik, hij is druk bezig met schoonmaken. Dat is grappig. Hem en Rozenkeetje is druk zien met schoonmaken, is handig. Hij gaat. Moppie. Oh, hier. Dit is zo leuk. Kijk, ik heb deze hele mooie uitvoering. Ja. Kijk, dan heb je allemaal dit. Dat is helemaal mooi, helemaal prima. Ja, en dan ga ik hem zo eventjes in rood laten zien welke hij heeft. Dat is een hele andere. Ja. Echt wel. Kijk, voor mij ziet het er even niet uit, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb dus hier zwart helemaal. Ja. En dan gaan we even naar rood toe. En dan heeft rood dus namelijk... Heel grappig. Kijk, Rodi heeft dus namelijk hier wit. Dat heb ik dus niet, want ik heb zwart. Hè? Ja. Je hebt wit. En dan heeft Rodi dus, zal ik ook laten zien. Rodi heeft dus namelijk dit. Deze. Alleen zijn auto is dus nou niet aan, maar dat maakt niet uit. Het komt op hetzelfde neer. Toch, zwart? Dus dit heeft rood dus. Dus ja. Je bent nog steeds blij met je auto. Maar je bent nog steeds blij met je auto. Kijk, inderdaad, dan is dit jouw ding. Even een beetje zachte muziek, schat, want anders krijg ik... Oké, en wat kun je er nu op dit moment nog meer op zetten? Radio. Ja, nou, dan krijg je dit media. Dus media. Kijk, kiezen wat je allemaal hebt. Hoop. Telefoon. Voice. Kun je het commando opgeven? Navigatie. En ga zo maar even door. Traffic. Kaartje. Allemaal informatie over je auto. Nou ja, en ga zo maar eventjes door. Dus dat. Ja, en dan ga je helemaal door het hele menu. Maar dat hoeft verder niet. Maar je bent dus nog steeds blij? Ja, nog wel. Mooi zo. Zo, nou sinds dat ik vanochtend de roof van zijn werk af heb gehaald, heb ik eigenlijk nog maar een half uurtje gelegen, want toen kwam Laura al. Dus ja, dat is niet heel veel. Maar het is dus vandaag dinsdag, zoals jullie weten. En gisteren zou ik eigenlijk naar het ziekenhuis gemoeten voor een screening. Om weer voor mijn operatie. Maar ze hebben ook ingesproken, maar ik weet niet wat ze in hebben gesproken. Maar dat wil ik eigenlijk even samen met jullie even kijken. Ga ik even zo doen. En dan is het op oké. 1 nieuw bericht. Bericht 1. Maandag 11 juli 9:54. Nou, dat is eigenlijk. Dus ze hebben mij gewoon gebeld om een afspraak te verzetten. En die afspraak is dus nu verplaatst naar vrijdag de 22e. Dus ja, daar moet ik maar even op wachten dan. Hè. Ja.
het is niet anders. Nee. En dan ga ik mama bellen, want die had me net gebeld. Want dat ik net bezig was met vloggen. Toen kwam mijn privé-nummer in. Nou, dat was mama. En ik ga ook nu eigenlijk eventjes gewoon even lekker rusten. Lekker even op bed. Ik doe mijn horloge ook even af. En jullie staan nu tegen mijn waterfles aan. Die nu steen en steen koud is. Ook goed. Maar daar is ik al. Ik ben al vanaf 5 uur bezig. Dus ik ben gewoon kapot. Dus auto gewassen ook weer net vandaag. Morgen weer de horten op de hele dag eigenlijk, zeg maar. Naar de dierenvoedselbank en nog helemaal richting Tilburg. Dus ja. En dan gaan we ook weer met 2 auto's. Dus gaat goed. Roos is met deze trap gegaan en ik ga met die achterste, want je kan ook nog met die. Dus, we zijn weer hier op een mooi plaatsje. Ja. Dit is grappig. Dit is leuk. Eens kijken. En dan ga ik nog het laatste stukje naar boven. Het begint ook lekker een beetje te regenen. Lekker. Jeetje. Niet doen, alsjeblieft, alsjeblieft, schat. Please. Ja. Dit is gaaf hierheen. Kijk. En blijkbaar kun je dus ook dus daar bovenop komen. Hoe weet ik niet, maar dat ga ik ook zo meteen eens even proberen. Even met mijn bandjes nog.
die ik nou hier omheen heb. Gewoon eens eventjes naar boven toe knallen. Vind ik leuk. Want daar staat ook een camper. Dus dan wil ik eens vragen. Hoe je dus daar naar boven moet komen. Dus moet ik hier eens naar boven. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus dat laat ik jullie zo meteen zien. Nou zit ik dus nu nog even in de auto. Maar als ik even mijn raampje open doe. Ga je het beter zien. Even mijn dakraampje open. Ga je het nog beter zien. Kijk. Moet eens kijken wat een mooi uitzicht, jongens. Dit is toch mooi. Zo heerlijk. Ik lig lekker op bed. Zalig. Ja. Ik ga wel lekker deze vlog met jullie afsluiten. Dus vond jij dit nou een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.